Vandaag spreek ik af met de echte rashagenees. En hij was ook echt een rasvoetballer. Hij was fel, hij was driftig. En hier in het supporters home dart hij ongeveer iedere week. Ik spreek af met de enige echte, Ricky van den Berg. Hoe gaat ie? Ja, lekker. Je hebt goede pet op. Ja, zeker. Ik ben net zo knap als jou eruit zien, dus ziet er goed uit. Je hebt gelijk, jongen. Het moet bij mij minder, hè? Ja, dus dan moet je wel. Ook een beetje, beschermen. Plek, hè? Daarom heb ik hem op. Ja, echt waar? Ja, oh, ja, nou, het is, we worden ouder. Lang geleden. Ja? Het is lang geleden voor jou? Nee, valt mee. Nee. Ik kom op woensdag nog wel eens even tegen Rien even darten en doen. Dus is wel lachen altijd. Ja, maar, ken jij een beetje darten dan? Ik heb ook het lichaam van een darter gekregen, dus dan moet je wel een beetje kennen darten, ja. Ik ken echt geen de kut van mensen, dus sorry alvast. Doe jij niet mee? Natuurlijk wel. Concentratie, hè? Net niet, jongen, net niet. Nou, ik ben benieuwd. Dit is echt niks, jongens. Dit moet je niet in beeld hebben, alsjeblieft niet. Hey, wat vind je ervan dat Barney is gestopt? Ja, zoals de reden ze wel voor hebben. Hij heeft het heel druk nu natuurlijk. Hij moet, hij is een jong meisje, dus hij moet knallen, die pik. Ik ga dadelijk Ricky van den Berg interviewen. Wie is dat? Wat voor voetballer vonden jullie Ricky? Ja, Ricky is natuurlijk een mooie kerel, ja toch. Ja, die man had wel leven erin, weet je. Of nou, die jaagde het wel aan, weet je. Jongens, ik heb echt twee microfoons nodig eigenlijk, de volgende keer. Ja. Dan ga ik zo staan. Je lijkt me echt verdienen wel, dus dat ook wel zo. Ja, is dat zo? Lekker, man. Ja, natuurlijk. Hey Rick. Ja. Je zal niet geloven, maar ik was laatst even een krant aan het lezen. En ik lees Kranenburg, 12-0 verloren. Rick stapt op. Ik kreeg gewoon twee weken geleden het gevoel van, ja, dat we het niet meer voor elkaar deden, weet je. En dat het gewoon, dat de klik er een beetje uit was. Ja, dan kan ik beter voor mij, voor de club, maar zeker ook voor die gasten zeggen van, joh, laat iemand anders het doen. Ben jij niet uitermate geschikt om techniektrainer te worden bij een ADO Den Haag? Nee, maar dat vind ik allemaal niks, joh. Ik geloof ook niet heel erg in het vak trainen. Je hebt ze wel nodig. Maar ik heb, denk ik, in mijn carrière 23 trainers gehad. En allemaal kut? Nee, niet allemaal. Nee. Tuurlijk niet. Maar ik bedoel, niet één waarvan ik echt denk van zo, die heeft mij echt een betere speler gemaakt. We gaan even naar het ADO van nu. Ja. We zijn echt op de Engelse Tour. Ja. We hebben 7-8 nieuwe Engelsen gehaald. Pardew en Powell hebben we. Op zich, ik vind het wel avontuurlijk. Weet je, ik hou er wel van. Ik vind het wel leuk. Ik vind als je kunt mooi praten en doen, komt hij wel hartstikke leuk en spontaan komt hij over. De afgelopen zaterdag moet je hem ook gewoon winnen. Ja. Maar ja, je doet het niet. En ja, VVV pakt punten, je concurrenten pakken punten. Dus ja, je zal toch echt een keer twee wedstrijden achter elkaar moeten winnen. Om even van die plek nummer 17 af te komen. Ik eindig altijd met de kleine voorspelling. Sparta tegen ADO daar. Sparta hebt de punten niet nodig. Dus ik gun het ADO. Ik hoop op een hele stiekeme 1-2 overwinning. Ja. Dan ga ik met je mee. Okay. Hey, dankjewel, Rick. Oké, Jopie. Blijf die stats in dragen. Ja, zeker.